Een grote aap steelt al het speelgoed, wat moeten we nou doen? Mario die gaat ze redden, hij geeft hem van cartoon. Hallo kijkers van Shine Sprite, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Mario vs. Donkey Kong. En in deze gloednieuwe aflevering gaan we hopelijk... Oh jee, wat gebeurt er nou? Wereld 3 completen. Oh. Dit is een interessant level, dat gaat een beetje aan de zondag. Oh, dan moet ik eerst de rode knop indrukken. Wacht, ik kan maar zo. Oh, rood is voldoende, oké. Okay. Ik had verwacht, dit gaat echt heel kut worden, maar het valt tot nu toe nog best mee. Oh. Het is hier zo taf als heet, jongens en meisjes. Het is niet te geloven. Hier naar beneden. Oh. Nee, hoe word ik geraakt? Nou, wat een toffe spel. Klootje daar. Oké, goed begin van de aflevering, boys en girls. Hoezo? Hoezo gaat hij om de 2 seconden? Dat ging bijna fout. Mamma mia. Got it. Lekker. Fire Mountain. Dat is lekker. Dan gaan we naar de Mario level. Oeh, maar eerst even wat levens halen. Die kunnen we inmiddels wel weer gebruiken. Want we zijn best wel een aantal keer afgegaan. Ik weet eigenlijk niet wat
wat je moet betalen, zeg maar, als je afgaat. Moet je dan die wereld helemaal opnieuw doen of is het gewoon eigenlijk niks? Dankjewel, meneer Jo. Nou, laten we de Mario's gaan leiden. En daarna de Donkey Kong gaan doen zonder een keer geraakt te worden. Dat wordt helemaal een probleem. Easy winning. Dan moeten we met de hele toybox hem gaan verslaan. Dit wordt wel lastig, want dit was ook best wel een kut level om opnieuw te doen als ik ze allemaal weer moet sparen. Maar ik moet gewoon Donkey Kong niet afmaken als ik niet al mijn levens heb en gewoon retryen. Dat kan ik het beste doen. Dat was blijkbaar ook een optie. Nou. Wauw. Kut. Moeilijk. Jongens en meisjes, dit is moeilijk. Nou, kom op met je ton. Dank u. Hem compleet gehaald.
Perfecto mundo, Raimundo. Fire Mountain gecleared. Wat? Hey, dit kan ik door. We gaan naar Merry Miniland. Oké, okay. Spannend. Ja, oké. Okay. Kom maar op met je Merry Miniland. Here we go. Wow. Wat grappig. Leuk level. Oh ja. Duidelijk een soort van tutorial level, want deze was niet bepaald moeilijk. Heel erg om uit te leggen wat er precies gebeurt, zeg maar. Wel grappig dat ze in wereld 1 heel veel van die vraagtekenblokjes deden met uitleg hoe dingen werken. En nu zie je die helemaal niet meer. Terwijl dit best wel handig zou zijn om uitgelegd te krijgen hoe het werkt. Springveer, lekkering. Volgens mij kan je die ook verplaatsen. Gele bij gekomen. Thank you.
Nice. Level gecleared. Nice. Plinky, plinky, plong. A babam. Lekker ring, zouden ze zeggen. Oké. Ik weet niet of die bommen naar beneden lopen. Nee. Ah. Boom. Lekker. Rot gevolg. Oké. Worden we dan geteleporteerd naar een ander deel van het level? Daar zijn die blokken meestal wel van. Yep. Kut. Oh, dat nog. Nee. Zonde van mijn leven. Guys and guys in, hè? Dat is zonde van mijn leven. See?
Nice. Lekkering. Ook weer gehaald. Deze wereld gaat voorspoedig, moet ik wel eerlijk zeggen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.